En voor als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Het is ondertussen 11:30 denk ik. Dus het is nog net morgen. Ik ben even bezig met mijn dingen. Ja, goed verhaal. Ik heb net gewerkt deze ochtend. Ik ben om 5 uur begonnen en heb tot, laten we zeggen, 1 uur of 11 gewerkt. En ik ga me nu heel even omkleden, even lekker douchen. En dan hebben we, als het goed is, vanavond een feestje. Ik weet niet of ik ga vloggen. Zullen we allemaal zien. Aangezien ik me nog niet helemaal super voel, zoals ik gisteren dus vertelde. Mijn camera doet een beetje raar. Sorry. Ja, nu staan we ongeveer recht, denk ik. Zo. Ik hoop dat mijn hoofd ver weg gaat, want hij is nog steeds een beetje lichtelijk aanwezig. Maar we zullen het allemaal zien. Dus ik ga nu daar douchen. Ik ga mijn laatste paar rode plekken nog even insmeren met Aftersun. Aangezien het best wel goed is weggetrokken. Mijn neus begint nu wel te vervellen. Dus ik weet niet of jullie het kunnen zien. Bij mij valt het op camera nog best wel mee. Het valt ook nog best wel mee hoor. Maar ja. En verder ga ik nog wat spulletjes in de was doen. En cadeautje aan. Maar ik moet dus eerst kijken of ik naar het feest ga vanavond. En of ik vervoer kan regelen. Want dat is ook een punt. Ik ga vandaag niet editen. Want op een of andere manier heb ik de drang om dat toch iedere keer te vertellen of ik ga editen ja of nee. Ik ga vandaag niet editen. Ik kan vandaag niet editen. Dat heeft een reden. Dat is ook de reden waarom vandaag de video niet online kon. Aangezien ik gisteren ook niet heb kunnen editen. En morgen kan ik weer editen, dus dan moet ik vooruit gaan werken. En dan moet ik hard vooruit gaan werken, want dan gaan we 2 dagen daarna weg. De maandag en dinsdag zijn we weg. En de donderdag en vrijdag zijn we ook weg, dus top. Dus als jullie deze video zien, dan ben ik alweer terug. Maar ik ga me nu even dus omkleden. Nee, eerst douchen, insmeren, omkleden. Kijken of ik vervoer kan regelen. En anders ga ik op het fiets. Het is momenteel buiten 32 graden. De gevoelstemperatuur ligt hoger. En het wordt rond de tijd dat ik zou moeten gaan fietsen nog steeds 35 graden. Dus dan zou het zelfs warmer zijn dan dat het nu is. En ik zou 1,5 uur moeten fietsen. En de heenweg gaat wel, want er is nog licht. Maar de terugweg, dan is het wel koeler. Maar ik moet langs bebost gedeelte. En ik weet dat ze hier thuis niet zo fanatiek fijn en fanatieke lovers zijn voor om in het donker na 12 langs een bebost gedeelte te fietsen. En zeker in 1,5 uur. Dus we zullen kijken. En anders dan zoeken we wel naar oplossingen. Tot straks. Hi. Ondertussen heb ik even op bed gechilled, even rustig aan gedaan en alles. Ik ben ook naar de winkel geweest. En ik heb drank gehaald als cadeautje vanavond. Wat dus betekent dat ik vanavond ga. En nee, ik ga niet op de fiets. Ik word gebracht. Als het goed is, als alles doorgaat. Ik liet hem trouwens aan deze kant zien. Ik ga het hem zo zien, terwijl de strik aan de andere kant zit. Maar onze drankhandel heeft in het logo het, de plaatsnaam van de plaats waar ik woon in zitten. Dus ik kan het logo niet laten zien. Dus ik kan ook niet de voorkant laten zien. Vandaar. Ik heb mezelf even ingesmeerd. Mocht je dus witte plekken op mijn neus en hierboven en weet ik het wel zien. Ik heb me ingesmeerd met de Aftersun. Want ik begon toch echt te vervellen. En deze keer echt heel best wel erg. Heel best wel erg. Best wel heel erg. Dus daarom. Ik moet om 8 uur begint het feest. Dat was ook een hele goede zin. 8 uur begint het feest. Dus 8:15, 9 er zijn. Dus ik doe er denk ik 3 kwartier over om te komen met de auto. Dus ik heb wel even de tijd. Daarbij moet ik ook nog eten dan dus. En
Ik moet nog een outfit gaan uitzoeken voor vanavond. Aangezien ze dus voorspellen dat het nog best wel warm gaat zijn. Ik ben morgen vrij, dus misschien dat het een hele late avond wordt. Wie weet. Maar ja. En ik weet niet of ik nou in een jurkje ga of dat ik gewoon een broek aandoe of wat dan ook. Aangezien ik niet heel veel kleren meer heb liggen. Dus ga even kijken. Want dit is wat ik nu tot nu toe heb liggen. Pyjama, één rokje. Werkbroek. En nog wat spijkerbroek eronder. Jurkjes, maar dat zijn echt van die winterjurkjes, zeg maar. T-shirts, truien met een jumpsuit, maar die is eigenlijk te groot voor mij. Vesten, schoolpolo van mijn oude school. Ja, en allemaal petten en zo en poppenjaars. En die hebben in mijn troep. En als ik dan de andere deel op doe, dan is letterlijk een topje met een t-shirt, jasjes en broeken voornamelijk. En een paar t-shirts en hemdjes. En stel het zou dus nu zijn dat het vanavond dus super warm wordt. En vervolgens als het feest over is dat het echt ijskoud is, moet ik ergens een tussenweg zien te vinden. Dus ik weet niet goed wat ik aan doe. Oh, hoe mijn haar nog doen. Aangezien het nu in de knot is, zal ik jullie reviewen hoe het eruit ziet als ik het uit de knot haal. Oh, het valt er wel mee. Ik heb altijd hier zo'n rare krul, maar daarom doe ik dus mijn haar vast. Maar het valt nu nog wel mee. En als ik het gewoon een beetje zo doe, dan valt... kan dat? Nee, het kan niet. Even shaken. We zien wel wat we ermee doen, hè. En dan... Ja, aan twee kanten gaat het sowieso niet meer, oké maar. Dus ik denk dat ik het aan één kant doe, want dan lijkt het alsof ik meer haar heb. Dat is altijd de tip die ik doe. Ik kijk naar deze kant in het scherm, aangezien ik dus naar mezelf kijk hoe het eruit ziet. Maar we zien nog wel hoe we het doen. Het komt allemaal wel goed. Dus ik zie jullie straks als ik mijn kamer maak. Ondertussen zijn we een paar uur verder. Ik heb op bed een bouwen-up gedaan. Van anderhalf uur ongeveer. Zo, van anderhalf uur. Ik heb het ondertussen even een staartje gedaan. Ik heb een jurkje aan. Oh, mijn camera ging eraan. En misschien ben ik iets te wensig gekweekt. Maar dit is dus alles wat ik qua jurkje nog fatsoenlijk heb. De rest is echt winterstof en dat is echt te dik. Eigenlijk is dit al te dik, want ik voel het nu al in deze kamer. Dus. Maar we zijn aangekweekt. Dus mascara op. Haar in de staart. Ik heb nu niet heel veel make-up op. Meestal als vakantie is, dan zoek ik het allemaal niet en zo. Vaak doe ik daarna wel gewoon ietsje meer mijn basis en zo. Nu nog even niet. Maar jurkjes aan. Daar schoenen aan. Ik denk dat ik gewoon gimp aan doe. Want ja, die andere zijn nog niet ingespreid. En ja, dat was het. Dus ik ga nu daar ook even eten. En even parfum opdoen en zo. Dus waarschijnlijk is het volgende shot dat ik onderweg ben. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, het is morgen. Het is de volgende dag. Ik fluister heel even. Ik hoop dat je me hoort. Het is ondertussen. Wat is het? Het is 2:15. En... fluisteren, want hier naast ligt ze te slapen. Sorry dat vandaag niet een heel bijzondere dag was. Het was wel echt een super leuk feestje, maar ik heb natuurlijk niet kunnen vloggen omdat er allemaal familie en vrienden en zo waren. Dus ik heb dat allemaal niet kunnen vloggen. Dus ik hoop dat jullie alsnog een leuke dag hebben vandaag. Ondanks dat deze video niet heel veel bijzonders heeft te melden heeft gehad. Sorry. Maar ik zie jullie morgen weer en hopelijk wordt het morgen wel een leuke dag. Morgen komt Rick thuis, dus ik denk dat ik daar wel heel even ga vloggen aangezien ik tegen hem nog niks heb gezegd. Dus ben je benieuwd naar de vlog van morgen, dan abonneer zeker even op mijn kanaal. Doe even een blauw duimpje omhoog als je vandaag leuk vond en als je zin hebt in morgen. En laat een reactie achter met welke video's je van mij wil zien. En wat je van me wil lezen. En dan zie ik jullie morgen.